Voor deze opdracht gaan we een gedichtje schrijven. Dat kan voor een vriend of vriendin, je oma of je opa, je mama of je papa. Ik ga een gedicht schrijven voor mijn moekie, want ze zit alleen nu en ik denk dat ze het wel leuk zal vinden als ze een berichtje aankrijgt met zo'n fijn gedicht in. Laat zeker even weten wat jouw gedichtje is en voor wie je het hebt geschreven.